Megan Kramer, Lynette Volskenk, Jessie Hess en Uyinene Mgwetkana is van die vrouwen wat binnen een maand in Kaapstad vermoor is en hulle name het synoniem geraak met die opstand teen moord op vrouwen. Kortom Mgwetkana se moord het betogings in Kaapstad plaasgevind waar die Wêreldekonomiese Forum gehou is. Dit het landwijd uitgebrei. Honderde duisende mense het gevra dat die doodstraf teruggebring word. Die 31-jarige Kramer was een kranige paardenruiter wat bij een bakkerij in Woodstock en als paardenafrichter gewerkt heeft. Haar lichaam is in een vlak graf in Philippi gevind. Jeremy Sias wordt onder andere van Megan Kramer's moord aangekla, Shiraz Yafta van Mensenroof en Charles Daniels van motordiefstal. Hulle was in besit van haar Toyota Auris toe hulle in hegtenis geneem is. Sias het groot geword langs die plaas waar sy gery het en is vriende met die vrou wat sy haar tweede ma genoem het, sy seun. Nie een van die mans het om borgtog aansoek gedoen nie. Die saak is uitgestel tot januari volgende jaar vir verdere ondersoek. Nadine Tron, Eunice Athlone.